Dames en heren, meisjes en jongens, vanaf vandaag begin ik met vloggen. Ik ga zo meteen mijn eerste vlog online gooien. En daar staat alles in wat ik doe. Ik ben natuurlijk model geweest. Op dit moment ben ik DJ. Daarnaast werk ik ook nog in een hotel. Maar daarnaast ben ik heel veel bezigheden met DJ bezig. Fotoshoots voor mijn presskit. En heel veel dingen kan je zien wat ik heb meegemaakt en wat ik nog steeds doe. Ik laat alles in mijn vlog zien. Ook dingen wat jullie nog niet hebben gezien voor mijn bekendheid. Ik zie jullie snel. Doei. Ik heb nog wel even een trui aangetrokken. Dat ik natuurlijk moet draaien. Ik vind het best nog wel koud. De Mac eventjes. Ik word zometeen opgemaakt door een fysiciste. Mijn haar heb ik net ook gedaan. Het is toch wel kleine krullen. Die worden straks allemaal wel grote krullen. Maar als ik het nu zeg maar ga uitkammen, dan is het eigenlijk geen krullen meer. Dus het lijkt me wel echt een Barbie. Maar straks is het wel beter. Ja, lekker. Ja. Nou jongens en meisjes, ik ben net thuis. Ik ben natuurlijk door Mac ben ik heel mooi opgemaakt. Sanira heet ze en ze maakt super mooi op bij Bijenkorf, zeg maar. Super mooi in Amsterdam. Ze heeft me echt heel mooi opgemaakt. Mijn ogen wou ik niet opgemaakt hebben omdat ik gewoon wimpers erop heb gezet. Mijn haar wordt straks wel gewoon uitgekamd. Want ik laat het nu even zo omdat ik voor mezelf heel erg stijl haar heb. En anders dan zakt het meteen eruit. Dus ik ga het straks uitkammen en dan heb ik zo'n bos haar voor één dag. Afro for one life. Ja. Even kijken. Lekker tacos eten! Woehoe!
dames en heren, meisjes en jongens. Het is vandaag woensdag 18 juli. Ik ga zometeen voor de allereerste keer weer sporten met mijn personal trainer. Het is echt al 2 maanden geleden. Ik sport eigenlijk bijna elke dag, maar omdat ik zo chaotisch was de laatste tijd, is het echt heel lang dat ik niet meer gesport heb. Dus het wordt echt weer de allereerste keer na zoveel tijd. Dit is wat ik aan heb. Gewoon een shirtje van Nike. Een zwart jasje van Nike. En een broek van Adidas. En zometeen dan Nike schoenen. Hoi dames en heren, meisjes en jongens. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Mel Mendes. Het is vandaag vrijdag 26 juli. Ik ga zo meteen als eerste naar de stad toe om mijn outfit op te halen voor vanavond. Want ik heb vanavond een shoot bij Jimmy in Oost, Amsterdam Oost. En daar heb ik een shoot voor mijn presskit. Voor mijn nieuwe cover CD's en voor mijn presskit, voor mijn boekingen als DJ zijnde. En dit keer is het heel classy en fashion. En ja, mijn shirtjes zijn ook al binnen en die heb ik nodig voor Ibiza en voor Barcelona. En even kijken, over 14 dagen dan is mijn cover CD's zijn dan af. Hoi hoi, daar ben ik weer. Ik ben net opgemaakt door MAC als je het ziet. Het is wel echt heel zwaar. Maar voor het licht, zeg maar, voor straks voor de fotoshoot is het natuurlijk super mooi. Ja. Dus ik ga nu onderweg naar de shoot van Jimmy. En ik ben straks weer bij jullie terug. All I gotta do is put my mind to this shit. Jumping in the mix, DJ Dyna, MC Ambush. 17:30, I'm like, hey, what's up, hello? Sit your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she remixing for low. She my track queen, like her at the bando. We be counting up, watch how far the lanes go. We just had to go, talking about the Lambos. I put the 6 and 5 mama on the window. Man, I swear I love her, how she wrecked the tempo. Hit the street club, baby, let me lanes go. Everybody hating, we just call it phase though.
dames en heren, meisjes en jongens. Het is vandaag vrijdag 10 augustus. Ik ga zo meteen als eerste heel eventjes nog wat dingetjes doen voor mijn huis. Want ik ben natuurlijk ook pas net 2 maandjes verhuisd. En ik heb nog best wel veel dingetjes om te doen. Dus ik moet nog wat dingetjes kopen voor het huis. Dat ga ik zo meteen als eerste even doen. Dan ga ik mijn kast opruimen. Want als je ziet, mijn kleding op mijn rek. Het lijkt, deze kant is heel strak en netjes al, maar deze kant niet. Dus dat ga ik straks even doen. Ik heb het echt op volgorde gedaan, zeg maar. De classy, de netjes kleding met hakken heb ik aan deze rek gedaan. Hier de basic, maar dat ziet er nog niet uit. Aan deze. En dan aan die kant met de jassen. Ja. Dus dat ga ik straks ook nog even doen. Vanavond komt mijn vriendinnetje langs, mijn beste vriendinnetje Olivia. En dan gaan we lekker een vrouwenavond houden. Lekker niks fliksen. Lekker chocoladefontein. Lekker fruit erbij. Lekker hapjes. Gaan we lekker leuk een avondje houden samen met elkaar. Natuurlijk lekker roddelen. En dan gaan we lekker morgen gaan we naar Appelsap toe. Ga ik met Olivia daarheen. Maar ik hou echt van feesten. Daarna ga ik natuurlijk in de avond door naar Loveland met een vriendinnetje van mij. En ja, zondag lig ik waarschijnlijk brak op bed. Maar dat kan niet. Want zondag moet ik ook weer naar de studio toe om mijn mixtape af te maken voor mijn cover CD's. Want ik heb hele mooie foto's. Mijn shirtjes zijn ook binnen. Maar dat laat ik allemaal zondag aan jullie zien. Nou, ik ben straks weer bij jullie terug. En ik zie jullie straks. Ik heb ook nog zo'n ding ergens, maar ik weet echt niet waar. Goedemorgen, dames en heren, meisjes en jongens. Het is vandaag zaterdag 11 augustus. Ik ben net wakker, als je ziet. Ik praat een beetje zachtjes omdat mijn vriendin ligt nog te slapen. Ik kan echt niet meer slapen. En dat heb ik altijd als iemand naast me ligt in bed. Ik weet niet of iedereen dat heeft. Ik kan gewoon niet meer slapen. Ik moet gewoon het liefst gewoon in bed voor me alleen. En gewoon echt helemaal zo slapen. Dat is echt gewoon... Ik wil gewoon altijd alleen slapen. Want ik pak altijd alle dekens in. En ik rol helemaal als een mol, zeg maar, die hele deken om me heen. Ook is het een tweepersoonsbed. Ik lig helemaal met mijn benen wijd. Altijd als er iemand naast me ligt, een vriendin of wie dan ook. Nou, ik kan gewoon niet slapen. Ik ben heel vroeg wakker. Wat ik nu even ga doen, ik ga nu eventjes me snel mijn eigen aankleden. Ik ga even douchen. Ik ga even voor mijn vriendinnetje een lekker ontbijtje maken. Dan gaan we richting de stad. Want ik zie dat het weer heel mooi is. Dus ik ben heel benieuwd. En dan gaan we nog even de stad in. Nog even wat shoppen. En dan gaan we weer terug naar huis. En dan gaan we naar Appelsap toe. Dus ik ben straks bij jullie terug. Nee? Goedenavond, dames en heren, meisjes en jongens. Ik lig nu in bed en ik ben natuurlijk vandaag naar Appelsap geweest. En het was super gezellig. Leuke mensen, leuke sfeer. En het was een hele lange dag vandaag.
Morgen moet ik in ieder geval al heel vroeg op, omdat ik moet gaan sporten met mijn personal trainer op zondag. En daarna moet ik de studio in en moet ik nog wat dingetjes ophalen voor mijn koffers, cd's en mijn shirtjes. Omdat binnenkort weer al mijn dingen begint als DJ zijnde. Dus dat moet ik allemaal ophalen. Dus ik ga nu slapen. En ik ben morgen weer bij jullie terug. Slaap lekker! Goedemorgen dames en heren, meisjes en jongens. Het is vandaag zondag 13 augustus. Ik ben gisteren naar Appelsap geweest en ja, ik moet er eigenlijk zo al uit. Als eerste ga ik me zo meteen klaarmaken en dan sta ik eigenlijk al in de sportschool. Omdat ik gewoon op zondag moet trainen met mijn personal trainer. En ja, daarna heb ik wat meetings. Ik ga tussendoor nog even boodschappen doen, nog even oppassen op een kleine. En dan moet ik vanavond naar de studio toe en ook nog wat meetings. En dan is de dag weer voorbij, maar ik moet er nu echt uit. Als eerste ga ik gewoon lekker knokken en lekker sporten. En daarna ga ik even wat meetings doen, de studio in. En dan ben ik straks weer bij jullie terug. Ik ga me nu eventjes heel snel aankleden. Ik voel me echt gewoon heel erg moe. Maar ik moet er toch echt uit nu. Dus ik ben straks weer bij jullie terug. Hoi dames en heren, meisjes en jongens, daar ben ik weer. Ik heb vandaag een hele zware dag gehad omdat ik maar echt 3 uurtjes heb geslapen. Ik was gisteren Appelsap geweest. Ik was vanochtend al heel vroeg aan het trainen met mijn personal trainer op zondag. Ik ben zo meteen onderweg naar de studio, maar ik wil het graag afsluiten met jullie. Het was mijn allereerste vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en ook leuk vinden om te blijven kijken naar mij. De volgende vlog is nog leuker en nog spannender. Niet omdat ik graag wil dat jullie naar mij blijven kijken, maar omdat het gewoon echt spannender is. Dit was natuurlijk mijn eerste vlog. Ik moest natuurlijk even heel erg wennen met de camera om me heen en hoe ik precies moest vloggen. Ik ga het met jullie afsluiten. Ik hoop dat jullie me gaan abonneren op mijn kanaal. En doe een blauw duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei!